Yo, ik ben Joran. Wij zijn vandaag in de kroeg en wij gaan jullie uitleggen hoe dat jullie deftig een boek vinden in de bibliotheek. Let's go! Transforming. Welkom in de kroeg. Hier, vanaf dat je direct binnenkomt, zie je duidelijk waar alles zich staat, waar dat je alles kan terugvinden. Stel je voor, je bent geïnteresseerd in tuinieren en je wilt een boek over onkruid. Je kan een boek vinden door een trefwoord op te zoeken, in dit geval onkruid. Daarna kijk je waar het exemplaar te vinden is. We waren heel even afgeleid, omdat we deze vriendelijke man zagen op Google Maps. Cyril ging op zoek. We hebben hem jammer genoeg niet teruggevonden. Yo guys, we zijn nu op zoek naar ons boek. Zoals we daarnet hadden gezien op de computer, in kast 30. Nu zijn we nog maar kast 24, waar we de boeken over vrije tijd vinden. In de non-fictie afdeling, waar we nu zijn op verdiep 2. Nu gaan we op zoek naar kast 30. Let's go! We hebben het gehaald. We zijn eindelijk kast 30. Nu gaan we zoeken naar ons boek 338.4. Dit is hier de tuin onderhouden, de bijzondere tuin en och. Hier staan al de boeken die we zoeken. Maar dit is het boek wat we nodig hebben. Kom, we gaan het gaan lenen. Nu gaan we ons boek lenen aan deze gemakkelijke automaten. We gaan beginnen met een kaart. Heb jij een kaart? Nee, je had toch een kaart mee? Nee. We zijn terug. We hebben eindelijk onze kaart gefixt. Gratis en voor niets. We moeten alleen weer een tijdskaart meenemen. Om te fixen. Nu gaan we eindelijk ons boek lezen. Makkelijk, de kaart hier. Zeer duidelijk. Ze weten al direct. Dit boek is al uitgeleend, omdat wij het al hebben. Voilà, dat was een zeer duidelijk boek over onkruid. Ik heb genoeg gelezen over onkruid. Ik denk dat mijn moestuin er perfect gaat uitzien vanaf nu. Nu gaan we start terugbrengen. We gaan het makkelijk. Materiaal wordt. En voilà, dat was het dan hier. En nu terug naar huis met de fiets. We gaan het doen ofwel via de Schelde, de rode route, ofwel via de Brusselsteenweg, de groene route. Dank u wel om te kijken. Ik hoop dat je het een beetje leuk en grappig vond.